Om verwarring te voorkomen speelt HHC in zwarte shirts uit tegen Katwijk. Anders zouden de twee ploegen in het oranje-zwart spelen. Katwijk met Sanchez Angulo en de vroege treffer voor de koploper. Al na 9 minuten staat de Krom in lichte laaien. Steven Sanchez Angulo is de man die Salvadanus passeert. En zo staat Katwijk op 1-0. En nauwelijks een minuut later ziet scheidsrechter Oostrom hier een overtreding. En mag Robert Suzan terug van een blessure aanleggen van 11 meter. Robert Suzan mist anders nooit, maar nu wel. En dus blijft het 1-0. Voor Katwijk dat de laatste 4 ontmoetingen thuis tegen HAC Hardenberg niet wist te winnen. Paul de Lange, die doet dat anders ook nooit. De middenvelder van Katwijk brengt na een kwartier spelen de stand op 2-0. En waarom moeten we daar stil voor zijn voor zo'n doelpunt? Het is een knappe goal van de routinier. Van Hezel voor HAC Hardenberg. Van Hezel, en dit is een pittige overtreding. Scheidsrechter Van Oostrom staat daar bovenop en geeft geel. Van Hezel die loopt weg en dan trekt Oostrom ook nog een rode kaart. En moet HAC Hardenberg vlak voor rust verder met zijn tienen. En 2-0 achter tegen de koploper. Het is bijna onbegonnen werk. Zeker als je Mengerink de kansen gaat bieden. Marciano Mengerink, dit is nummer 23 van het seizoen. En het is 3-0 voor Katwijk. Guts gaat in de fout. Dames gaat misschien te vroeg zitten. Maar Marciano Mengerink, alles wat hij aanraakt dit seizoen verandert in goud voor Katwijk. Het gaat te ver om een kampioenschap aan één speler op te hangen. Maar je vraagt je toch af waar Katwijk gestaan had zonder Mengerink. Dit is de aansluitingstreffer, of de aansluitingstreffer, de 3-1. Invaller Dirian Reinders is de man die je maakt. Het voorbereidende werk was van Bentum en toch ook wel van der Leij met het goede overstapje. Doelman Kieboom kansloos. 3-1. Mag HAC dan met z'n tienen weer even hopen. Hamdi. Hamdi, en wat een vrijheid krijgt Mengerink daar om dit kunststukje uit te halen. Het is natuurlijk bijzonder knap. Maar als je weet hoe makkelijk iemand doelpunten maakt, dan moet je er natuurlijk niet zoveel ruimte geven. Van Weerdenburg. Van Weerdenburg, en daar staat hij weer helemaal vrij. Ja, je kan je handen ten hemel heffen als verdediging van HAC Hardenberg. Het is een kwaliteit van Mengerink dat hij zo vrij staat. Maar het is ook zwak voor de verdediging van HAC Hardenberg dat ze hem zo vrij laten staan. 5-1. De derde van Mengerink. En dan maakt hij ook nog zijn vierde. Het is zijn 26e van het seizoen van Marciano Mengerink. 58 doelpunten maakte Katwijk deze competitie. 26 daarvan op naam van Marciano Mengerink. Katwijk wint weer.